Risa heeft deze jas ontworpen om de vrouwelijke motorrijder van alle gemakken te voorzien. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Risa Atlantic Gore-Tex damesmotorjas beschikbaar bij Motorkleding Center. De Risa Atlantic Gore-Tex damesmotorjas is bij uitstek geschikt voor de toerrijder in hart en nieren. De jas is voorzien van een volledig slijtvast textielmateriaal en is daarbovenop ook nog eens voorzien van een gelamineerd Gore-Tex materiaal. Dit houdt in dat de jas niet alleen 100% waterdicht is, maar ook nog eens waterafstotend. Daaronder zien we ook nog eens een thermovoering die eventueel uitneembaar is. Dit zorgt ervoor dat de jas ideaal voor all-season gebruik is. En als we de jas aan de zijkant bekijken, dan is die uiteraard ook voorzien van impactprotectie op de schouders en de ellebogen. Dit zijn beide D3O-protectoren en dat zijn zachte protectoren die comfortabel aanzitten, maar wel de bescherming bieden die je ervan verwacht. Daarbovenop zien we nog dat de jas extra is uitgevoerd met een ripstopmateriaal wat bovenop de schouder- en elleboogprotectoren valt. Ripstopmateriaal is een materiaal wat extra slijtvastheid biedt en er ook nog eens voor zorgt dat het materiaal niet makkelijk open kan scheuren. Aan de achterkant van de jas is de jas al voorzien van een rugprotectie. Deze is wederom gemaakt van D3O. De rugprotectie kan eventueel uitgebreid worden door een bredere rugprotectie op het moment dat je net wat meer veiligheid wilt hebben. Als we gaan kijken naar het comfort van de jas, is die daar ook van alle gemakken voorzien. Zo zien we aan de kraag een neopreen laagje dat ervoor zorgt dat hij comfortabel aanzit. Daaronder zien we dat het Risa logo, maar ook de beleiding op de achterkant van de jas, gemaakt is van een reflecterend materiaal wat zorgt voor extra visibiliteit. Zien we aan de achterkant een grote rits die opengezet kan worden voor wat extra doorwaaimogelijkheden. Op het moment dat de thermovoering eruit is en de ventilatie aan de voorkant open staat, zal deze uitlaat ervoor zorgen dat de lucht van voor naar achter lekker de jas door kan waaien. Doorgaand naar de onderkant zien we wederom een reflecterende strip zitten en daaronder zit een grote zak waar je eventueel de thermovoering in op zou kunnen bergen op het moment dat het wat warmer is en je geen andere mogelijkheid hebt om die ergens op te bergen. Aan de zijkant van de jas zien we aan de onderkant een stelrits die kan eventueel wat groter opengezet worden op het moment dat je daar net wat meer ruimte nodig hebt. Daarboven zien we vervolgens een grote stelband rondom het middel waarmee je de jas eventueel net wat strakker zou kunnen stellen. Deze zit hier ook voor het geval dat als de thermovoering eruit gaat en de jas komt wat losser te zitten, je hem op deze manier mooi op kan vangen. Vervolgens zien we boven de elleboogprotectie nog een accordeon stretch materiaal zitten die er tevens ook weer voor zorgt dat als jij de jas in rijdende houding draagt, de protectie niet kan gaan trekken op de ellebogen. Vervolgens zien we boven het grote Gore-Tex logo wederom een reflecterende lijn zitten die de visibiliteit verbetert. Op de mouwen zien we dat die aan de pols is afgesloten met een klittenbandje en een rits waarmee de mouw eventueel net wat uitgebreider opengezet kan worden, zodat handschoenen er eventueel ook onder gedragen kunnen worden. Vervolgens zien we op de onderarmen en op de bovenarmen twee stelbanden die afgesloten worden door middel van een klittenbandje. En hiermee kan je dus ook weer, als de thermovoering eruit is, de jas net weer eventjes wat strakker aan laten sluiten. Op de borst zien we twee grote ventilatievlakken zitten die afgesloten zijn met een ritsje, een magneetje en wat klittenband. Dit zorgt er dus voor dat op het moment dat de ventilatie dicht is, er ook geen water in kan trekken. Vervolgens zien we aan de onderkant van de jas twee grote steekzakken zitten. Deze zijn afgesloten met een klittenbandje. En wat het leuke is aan deze zakken, is dat ze aan de binnenkant ook uitgevoerd zijn met een waterdicht membraan. Hierin kan je dus je waardevolle spulletjes veilig opbergen zonder dat ze nat kunnen worden. De kraag van de jas is afgesloten met een klittenbandje. Hier zit ook een lusje aan, dus als het wat warmer is, kan je hem eventueel aan de zijkant vastzetten, zodat hij bij de nek lekker doorwaait. De binnenkant van de kraag is ook weer afgevoerd met een neopreenlaagje en een vliesmateriaal, zodat het daar comfortabel en zacht aansluit. Als we vervolgens de jas aan de voorkant open doen, zien we dat hij door middel van een grote flap met klittenbandsluiting volledig afgesloten wordt. En zien we hierachter ook de Napoleon Pocket. Deze is 100% waterdicht, dus hier zou je nog extra waardevolle spulletjes in op kunnen bergen. Vervolgens zien we een grote afsluitrits die op deze manier opengezet kan worden en dan komen we eigenlijk direct de thermovoering tegen. Deze zit vast met een ritssluiting en kan er eventueel uitgehaald worden op het moment dat het wat warmer is. Onder die thermovoering zien we dat de jas gevoerd is met een meshliner en dit zorgt ervoor dat als het wat warmer is en de thermovoering is eruit, dat de jas niet oncomfortabel of vervelend kan gaan plakken aan het lichaam. Ook zien we aan de binnenkant van de jas de grote aansluitrits. De jas is voorzien van zowel een lange als een korte aansluitrits, waarmee die eventueel op de Risa Atlantic Gore-Tex broek aangerit zou kunnen worden. Hierdoor maak je eigenlijk een tweedelige combinatie en dit zorgt ervoor, naast extra veiligheid, dat het pak ook volledig wind- en waterdicht afgesloten wordt.
Aan de binnenkant van de thermovoering zien we dan aan weerszijden nog twee grote steekvakken zitten waar je eventueel nog extra spullen op kan bergen en ook nog een zak met een ritssluiting. Dus aan alle opbergmogelijkheden voldoet deze jas zeker. Marjolein is 1,68 meter, weegt zo'n 65 kilo en draagt van deze jas de maat DM. Dat staat voor dames medium. Zoals we kunnen zien sluit de jas overal netjes aan en is dit zeker de juiste maat voor haar. Hou er even rekening mee dat de jas goed aan mag sluiten, aangezien de thermovoering erin zit en als die eruit gaat, moet die dus ook nog steeds strak aan kunnen zitten. Wil je deze jas nou een keer komen passen of bestellen, dan kan dat uiteraard in een van onze winkels of op onze webshop. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van alles wat we doen bij Motorkleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij nou weten welke maatjas het best bij jou past? Blijf dan nog even hangen. Ik ben Oscar van Motorkleding Center. Bedankt voor het kijken.